Hoi, vandaag is het doedeldag 30 en ik ga je laten zien hoe je een fiets tekent. En ik heb er wel een handig trucje voor. Je begint gewoon met twee cirkels voor de wielen. Zo. En dan ga je vanuit het midden van het achterste wiel een schuine lijn omhoog tekenen. En dan ga je tussen de twee wielen in ook weer een schuine lijn tekenen, die iets hoger gaat. En dan teken je vanuit het voorste wiel ook weer een schuine lijn. Zo, drie schuine lijnen. En dan gaan we nu die schuine lijnen de andere kant op tekenen. Hier eentje en hier eentje. En dan maken we de bagagedrager af door een rechte lijn te tekenen. En dan gaan we de details toevoegen. Dus een handvat, een pedaal, een zadel, een achterlamp en een voorlamp. En dan heb je eigenlijk gewoon al een basic fiets. Maar als je dan ook nog wat extra details wilt toevoegen, dan... Dan zou je nog bijvoorbeeld de banden kunnen tekenen. Maar kijk, dat vind ik al iets te veel detail eigenlijk. Maar een echte fiets heeft het wel natuurlijk. Maar ik hou gewoon van simpel tekenen. Oké, banden. En dan eigenlijk ook nog een spatbord. Maar dat kan er nu niet echt meer overheen. Maar ik zal het voor het idee ook nog even laten zien. Volgens mij is die zo'n soort vorm. Zoiets denk ik. En dan zal ik het gewoon even met schuine streepjes inkleuren. Dus dat kan. En als je wil kun je hier ook nog een lijn tekenen voor een mannenfiets. Ja, waarom niet? Oep. Ja, dat kan. Nou ja, goed. Hier heb je dan de fiets. En ik hoop dat je het een beetje een handig trucje vindt en dat je hem leuk vindt om te tekenen. Doe anders even een blauw duimpje omhoog. En als je nog andere ideeën hebt voor dingen die ik zou kunnen tekenen, laat ze dan even weten in de reacties. Want zonder ideeën heb ik ook geen video's. En dan zeg ik heel erg bedankt voor het kijken. Doeg!